Het is woensdag 9 december en we zijn in het Van der Valk Hotel in Veenendaal. Het is de eindejaarsbijeenkomst van Ondernemend Veenendaal met allerlei sprekers over hoe het afgelopen jaar is gegaan en hoe het volgend jaar waarschijnlijk verder zal gaan. Met als belangrijk topic security en cybersecurity. Een aantal mensen kijken we eventjes terug over hoe dat ondernemen in Veenendaal in 2015 heeft plaatsgevonden en wat we kunnen verwachten voor 2016. Kijk maar bij mee. In 2015 was weer een heel dynamisch en actief jaar. Met de gemeente hebben we een nieuw samenwerkingsprogramma afgesproken, de kracht van ondernemend Veenendaal. Maar ook een aantal nieuwe initiatieven gestart, met name op het terrein van duurzaam ondernemen. Dat doen we echt samen. En dat vind ik ook wel belangrijk, omdat dat naar de toekomst toe denk ik een van de hoofdthema's wordt voor de samenwerking tussen zowel ondernemers onderling als ook ondernemers en de gemeente. En kun je zeg maar een voorbeeld noemen van waar we dit jaar mee bezig zijn geweest? Nou, op het terrein van duurzaam ondernemen, de start van het project om gezamenlijk een mega zonnepanelenproject op te zetten. Ook de start van een project om samen met het onderwijs bedrijven langs te gaan om de milieubarometer toe te passen van bedrijven waar sta ik nu ondernemer. Dat is heel interessant, want dat leidt tot een betere bewustwording. Dat is allemaal op het terrein van duurzaamheid, maar we wilden nog één ander punt noemen afgelopen jaar. We hebben beveiliging 2.0 op de bedrijventerreinen doorgevoerd. En dat betekent dat we het hele scala van collectieve beveiligingsmaatregelen op een hoger niveau hebben gebracht. Waardoor we denk niet alleen het veiligste bedrijventerreinen zijn in de provincie Utrecht, maar dat ook nog een tijdje kunnen blijven. Dus ondernemen in 2016 in Veenendaal gaat steeds beter? We doen het goed en we gaan het volgens mij met elkaar steeds beter doen. Roland, jij bent hier 5 jaar het gezicht geweest voor promotie Veenendaal. Wat is er nou voor ondernemers de afgelopen 5 jaar in jouw regeerperiode allemaal zo'n beetje gepasseerd? Nou, we hebben het vooral met elkaar gedaan. En dat is ook weer het typische waar ik heel erg trots op ben. In de afgelopen 5 jaar is de samenwerking tussen alle partijen die te maken hebben met de economie van Veenendaal is enorm verbeterd. Dat is niet de prestatie van mij, maar dat is de prestatie van ons allemaal. En city marketing is voor mij ook city making. Dat we ervoor zorgen dat er echt ontwikkelingen zijn waar we trots op kunnen zijn en die kunnen vertellen. Een van die dingen waar we heel concreet hebben gescoord is, we hebben de keuze gemaakt om ons te profileren als het ICT-centrum van de regio. En toen hebben we aan ICT-ondernemers gevraagd, maar wat betekent dat dan voor jou? En toen zeiden zij, wij willen snel internet. Wij willen met elkaar netwerken. Wij willen een ondernemersorganisatie. En wij willen bereikbaar blijven in de stad. En alle drie die punten, daar hebben we verbetering op geboekt. Onder andere door het aanleggen van glasvezel. Dat heeft promotie Veenendaal niet gedaan, maar dat hebben we met elkaar samen in Veenendaal gedaan. En dat is echt de kracht van ondernemend Veenendaal, waar de wethouder Economische Zaken het ook over had vandaag. We zijn hier ook bij een netwerkbijeenkomst over veilig zakelijk internet, waar er ook weer 300 mensen bij elkaar zijn. En zo laten we zien dat ICT niet alleen belangrijk is voor ICT-bedrijven, maar voor de hele samenleving en ook hier in het bedrijfsleven. Dus die bundeling van krachten en daarmee onze versterking van de profilering, daar ben ik ontzettend trots op, want dat heeft ons extra werkgelegenheid opgeleverd. Ik wil je heel erg bedanken voor al jouw inspanningen de afgelopen jaren en wens je veel succes in je volgende functie. Heel graag gedaan en ik wil ook vooral Veenendaal en de regio Food Valley ontzettend bedanken voor de gelegenheid die ze me daarvoor hebben gegeven. Kun je iets vertellen over de plannen voor het volgend jaar, 2016? Ja, de plannen voor volgend jaar zijn in feite een verlengstuk van datgene wat we nu al doen. Dat is versterking met de band met het bedrijfsleven. En dan heb je het met name overheid en bedrijfsleven. Gemeente die moet faciliteren, zoveel mogelijk barrières weghalen. Waardoor er ruimte komt om hier weer te ondernemen. En te ondernemen betekent werkgelegenheid, betekent dat mensen weer een beter inkomen krijgen, weer beter kunnen winkelen, prettiger kunnen leven. En dat soort zaken speelt dan een rol. En het is denk ik ook heel belangrijk dat we niet alleen ondernemen in Veenendaal, maar ook de verbinding aan zien te knopen in het kader van de Food Valley. Dus in het bredere verband. En als je in een breder verband werkt, komt Veenendaal ook veel en veel beter tot zijn recht.
En wordt dan ook nadrukkelijker de samenwerking met bijvoorbeeld Ede gezocht? Zeker, in het kader van de Food Valley. Er is al Regio Food Valley, er zijn twee organisaties die dat al doen. Maar dat kunnen we nog veel sterker en concreter maken. En dan zit als voorzitter, zit daar Kees van der Knaap. Dat is de burgemeester van Ede. Vicevoorzitter is daar Wouter Kolf, onze eigen burgemeester. Nou, als die elkaar erg goed kunnen vinden, dat doen ze al, maar steeds beter. Dan krijg je daar hele interessante dingen tot stand. Want de Food Valley in combinatie met de Wageningen Universiteit kan pragmatische wetenschap in praktijk brengen. Dus dingen die ze nut al hebben bewezen in Argentinië en waar dan ook, die we hier eigenlijk niet doen en heel goed zouden kunnen doen. Dat moeten we ook gewoon doen. En waardoor je heel concreet die ondernemers veel meer ondersteunt en veel meer ondernemersklimaat ook maakt. Dat is de opzet. Als we terugkijken naar 2015, hoe is het jaar dan verlopen? Wat ik gezien heb in 2015 in Economisch Veenendaal is dat we de omslag aan het maken zijn geweest van de economische dip naar weer de economische groei. Ik bezoek veel bedrijven en ik zie dat bedrijven er weer positief in beginnen te staan. Dat men weer durft te investeren in uitbreiding van productieprocessen, in het aannemen van personeel, in het uitbreiden van hun locaties. En dat heeft, dat zie ik heel nadrukkelijk het afgelopen jaar gebeuren. En 2016? Nou, 2016 gaat zich dat voortzetten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het bedrijfsleven, maar ook de gemeente, die positieve situatie die zich nu gaat voordoen, ook echt gebruikt, maximaal gebruikt. Dus dat we ook echt ondernemend bezig zijn. Dus daarin blijven investeren. En dan zal de economie van Veenendaal daar absoluut zijn voordeel van hebben. En samenwerkingen? Samenwerking? Nou, er is niets zonder samenwerking. We hebben een goede samenwerking in de gemeente Veenendaal. En wat mij betreft ook een goede samenwerking in de regio Food Valley. En wat mij betreft ook een goede samenwerking voor ons met provincie Utrecht, met provincie Gelderland. Wij steken als Veenendaal heel nadrukkelijk in op een positie in een netwerk. En netwerk betekent samenwerken met je omgeving. Wat is het afgelopen jaar met name gebeurd voor de ondernemers? Nou ja, je ziet natuurlijk dat we uit een moeilijke tijd komen. 2008 tot en met 2013, 2014 waren moeilijke jaren. En je ziet dat ondernemers uit dat dal klimmen. Ondernemers, dat heb ik net ook hier gezegd, zijn de ruggengraat van de samenleving. Ze zorgen voor werkgelegenheid. En het enige eigenlijk wat wij daaraan kunnen bijdragen als gemeente is dat stimuleren en zorgen dat er een heel goed vestigingsklimaat is. En daar hebben we met elkaar aan gewerkt het afgelopen jaar. Dat blijven we ook doen. En ik vind het ook heel goed om te zien dat er uit enquêtes dan ook blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers uit Veenendaal ook zegt dat Veenendaal een uitstekend ondernemersklimaat kent. Ja, dat is wat we volgens mij met elkaar moeten uitstralen. En wat we ook moeten overbrengen aan ondernemers die zich hier in de toekomst kunnen gaan vestigen. En de plannen voor verdere verbetering in 2016? Ja, dat zijn natuurlijk concrete plannen uit het programma Economie zoals de wethouder dat ook verkondigt. Dat zijn echte inhoudelijke maatregelen. Die voeren we samen met de ondernemers uit. Vanuit mijn perspectief is dat vooral het op de kaart blijven zetten van Veenendaal bij potentiële ondernemers in binnen- en buitenland. Ook vanuit Food Valley perspectief. Internationale delegaties ontvangen, wellicht reizen maken naar het buitenland om te zorgen dat ondernemers daar geïnteresseerd raken voor dit gebied. En daarnaast natuurlijk zorgen dat we een veilig klimaat houden. Burgemeester, ben je vooral met veiligheid en openbare orde bezig. We zien daar dat er enorme stappen gezet worden. Dat het aantal bedrijfsinbraken fors afneemt. Dat de bedrijventerreinen er gezond en prettig en leefbaar uitzien. Dat ze goed onderhouden worden. En dat zorgt allemaal voor een prettig ondernemersklimaat. En daar moeten we met elkaar volgens mij ook het komend jaar heel hard aan werken.